steeds zijn best voor doet. En door wordt kampioen. Op de kamp, ik kom hier in het Kellertroef binnen. Ik zie een massa volk, een reunie van Tor Waterschei. Dat is ook niet alledaags, hè? Nee, dat klopt. Dat is de eerste keer sinds, ja, sinds de jaren 50, denk ik. En alles is gekomen door het boek wat we aan het maken zijn over waterschijvoetbal in Genk eigenlijk, 100 jaar. En de spelers van Tor worden eens een keer samengekomen. We zijn met 84 man hier vandaag. Ja, dat is heel merkwaardig, hè? Waaronder 44 spelers met nog altijd geel zwaar bloed. Ondanks dat ze supporter zijn van KRC. Tjeu Meijers, ja, wat doet jou dat om dit te zien na al die jaren? Ja, dat is iets fantastisch, hè. Dus dat je terug kunt komen met de vrienden van in onze goede tijd. Dus waar we eigenlijk Waterschei groot gemaakt hebben met deze jongens allemaal. Wij zijn er allemaal ingekomen als jong spelers van Waterschei zelf, werkte allemaal op een mijn. En dat was een hechte blok en hebben we doorgestoten van bevordering tot eerste klas. Waar we het eerste jaar de finale van de Beker van België speelden. Dus dat was iets enorms, zeker voor Limburg. Hè. Je speelde in de tijd in een ja, zeg maar berucht elftal met onder andere Leij Dolmans. Dolmans, Kessel, Belzer. Ik stond dan in de halflijn met Gerard Kessel, maar de eerste twee jaar heb ik de laatste man gespeeld. Dus, en wat een heel goede ploeg. We zijn dan juist twee keer tekort gekomen, dus van tweede naar eerste met een punt. De laatste minuut niet doorgegaan en als je dat maar nagaat, weet ik dat we op crossing voorstonden met 0-2. En in de week hadden we een leuk gespeeld voor de beker en we winnen dan met 0-1. En dus zondag als titel, Veldser en Frederiks, de mannen doen het weer. En we gaan naar crossing en het plein was uitverkocht in crossing. Wat gebeurt er aan de halve 0-2? We waren veel sterker, dus we waren kampioen dan zogezegd al. Die geeft Van de Rijk dan een verkeerde pas, die geeft hij dan naar het penaltypunt, 1-2. Maar ja, toen heb ik nog buitenkant paal gestampt, dus 1-3 was het gedaan geweest. En wat gebeurt er toen? Van een Driesse keeper, die is ook hier. Hij stampt de bal uit en ik krijg die in het midden van het plein. Maar ja, ik moest het spel maken en ik pak die op mijn borst. Ik wil die overtrekken op Massepust, die stond achter mij. Op zijn voorhoofd, dus die trekt direct af, 2-2. Vijf keer op televisie geweest. Hier ziet u de flater van Frederik, waar mijn waterschijn niet op gaat. Ziet u dan zijn een paar dagen terug de hoogte en dan de laagte. En dat is ongelooflijk, dat moet je me leren leven. Maar dat was natuurlijk een heel pijnlijke situatie. Ja. Heb jij van die dingen waarvan je zegt van dat is wat ik nooit meer vergeet bij Waterschijn in al die tijd? Natuurlijk, je penalty stoppen. 4 van de 5. Dat was jouw specialiteit? Dat was mijn specialiteit, ja. En ik kan me voorstellen dat er ooit ook heel belangrijke strafschoppen bij geweest zijn die je gestopt hebt. Ja, hè? Natuurlijk. Ze waren allemaal belangrijk. Hè? Als je een bekermatch wint, vaak gelijk speelt met 1-1 en je pakt er dan 4 van de 5. Fantastisch. Hoe lang heb je eigenlijk bij Waterschei gespeeld? Ik heb 360 matchen. Dat kon nog in die tijd. Nu kan dat praktisch niet meer. Nu is het financieel niet voordelig als je zo lang bij dezelfde ploeg blijft. Je bent, een goalgetter. Hè? Een echte van in de tijd nog die mensen die doelwissen staan. Hè? Ik denk dat ik heel rap was en goed met het hoofd. Technisch was ik minder, maar dat heb ik later dan geleerd. Hè? Bij Beerschot en bij Gent. Hè? Ja, want je hebt na je periode bij Waterschei ook nog twee lucratieve transfers gedaan. Hè? Ja, ik heb 9 jaar bij Beerschot, 5 jaar bij Gent. 2 keer de beker gewonnen, bij Gent en bij Beerschot. Dus ik denk wel dat ik een goede carrière heb gehad. Ja. Dames en heren, toen ik de vraag kreeg of ik hier even iets wou zeggen, was ik eigenlijk een beetje vereerd. In de mijne was iedereen zwart, iedereen gelijk. Maar ik denk dat geel-zwart en ook een beetje rood-zwart waarschijnlijk het best gekend zijn in onze stad. En dat als vandaag, want u weet dat KRC Genk vandaag de 4e club is die sinds de Tweede Wereldoorlog erin geslaagd is om meer dan 2 keren kampioen van België te worden. En tot nu toe was dat Anderlecht, Standaard en Club Brugge. Sinds dit jaar is daar ook Racing Genk bij. Maar ik ben ervan overtuigd, als dat zo is, is dat voornamelijk omdat we een ongelooflijke geschiedenis hebben met onder andere Tor Waterschei in onze stad. Want u hebt er mee voor gezorgd dat Genk vandaag is wat Genk is. Dank u wel en een hele dikke proficiat daarvoor.